Nederlandse ambassade en de vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname hebben gisteravond een workshop georganiseerd met als thema herbestemming historisch erfgoed en autoluwe binnenstad. Tijdens de workshop hebben de deelnemers gediscussieerd over het hergebruik van het historisch erfgoed in Paramaribo. Verder is ook aan de orde gekomen de haalbaarheid van een autoluwe binnenstad, oftewel een binnenstad met weinig gemotoriseerd verkeer. De inleidingen bij deze workshop zijn verzorgd door experts uit Nederland en Curaçao. Met ervaring op het gebied van stedenbouwkunde, architectuur en herbestemming van cultureel en gebouwd erfgoed. Volgens Frank Strolenberg, expert op het gebied van herbestemming van cultureel erfgoed, kan men in tijden van crisis toch manieren vinden om van oude gebouwen iets moois te maken. In de crisis moest je pas anders denken. Je begon dus niet meer vanuit dat geld te denken. Je moest nadenken over de mensen die iets wilden. De gebruikers waren schaars. De mensen die je zocht, die ergens in bouwen zitten. En waar je dacht, die willen wel iets. Misschien hebben zij ideeën, misschien kunnen ze samen iets ontwikkelen. Dus je zocht die interactie op. En van daaruit ging je nadenken over wat kun je dan samen doen? Wat kun je dan verbouwen eventueel? En het verkopen van die gebouwen, dat kwam pas aan het einde van de rit. Dus je draaide het hele proces om in denken. Dat levert ook mooie herbestemmingen op, zoals deze. En het grote verschil tussen dit plaatje, kunt u zien, en dit plaatje. Dit zijn hele mooie plaatjes van gebouwen. En hier ziet u mensen opstaan voor de eerste. Want de mensen stonden plotseling centraal. Het ging plotseling om de energie in de samenleving, als het ware, om die een plek te geven. En mensen vonden elkaar, deden dingen samen. En Sander kan wel straks een aantal voorbeelden bij geven. Volgens Sander Gelink, expert op het gebied van herbestemming en transformatie van leegstaande gebouwen, heeft men in Nederland oude gebouwen spotgoedkoop aangeboden. Bij de verkoop zijn er afspraken met de koper gemaakt dat als hij de binnenkant van het pand opknapt, de gemeente samen met hem de buitenkant zal renoveren. Gelink vraagt zich af of dit systeem ook niet in Paramaribo toegepast kan worden. Zou dat kunnen in Paramaribo? Nou, voordelen. Het past heel erg bij de schaal van de gebouwen die jullie ook hebben. Nou, wat ik al zei, je kunt een gestaakt blok organiseren. En wat je gratis mee organiseert, is dat je een bepaalde structuur, sociale samenhang terugkrijgt. Die mensen spreken ver voordat ze er feitelijk wonen of vanaf van hun buren. Dus ze doen het echt met hun buren, zo voelt dat ook. Nou, wat ik al zeg, je kunt sturen op de samenstelling van de groep en je hebt allerlei varianten. Een nadeel. Ik weet niet of je dit nou echt kunt doen voor alle monumenten. De echte topmonumenten moet je dat misschien niet doen. Dat moet je misschien toch echt in eigen hand houden. Aldus Sander Gelink, expert op het gebied van herbestemming en transformatie van leegstaande gebouwen. Hij was een van de sprekers op de workshop met als thema herbestemming historisch erfgoed en autoluwe binnenstad. De workshop is gehouden op de Nederlandse ambassade.